Yo mensen en welkom bij onze eerste pretparkvlog. Vandaag zijn we aan het Riekiraden. Plopsa in door Hasselt, inderdaad. We zijn naar Hasselt gereisd, een reis van 3 uur vanuit Melle. Dus niet de kleinste. Ik denk dat het vanuit de pannen ongeveer 4 uur moet zijn. Ja, het is de eerste Indohal binnen de Plopsa groep. En we gaan die vandaag eens bezoeken. Het is 5 jaar geleden dat ik en die kleine rat hier, oftewel Brent, mijn broer, dit bezocht hebben. En toen hebben we nooit de wikicoaster gedaan, dus dat gaan we vandaag voor de eerste keer doen. Als eerste de wikicoaster, mensen. Een Syriër. Een beetje standaard terug in alle Plopsa parken. Wow. Dit is nice. En in alle indoor parken, ook nu in Holiday Indoor, maar dan als Tabaruga Achtbaan. We gaan een onrijd maken. Oh my god, dit is zo leuk. Ja, ja. We zien die. Kijk, gewoon dit. Kijk, maar het is kut, want ik kan hem niet stilstaan. Zo mensen, wij komen juist uit de wikicoaster. En wat vond jij ervan? Pijnlijk. Ik niet. En rugdruk. Hij is veel beter dan Victor's. Maar bij mij, omdat ik die GoPro aan had, ja, dit had wat meer pijn. Ja. Dit is dus de Maya-zone. Maya! En ik denk dat er een glijbaan bij zit normaal. Ja, daar toch. Kut naar boven. Maar niet die glijbaan, nee. Niet. Een grote gelijk. Ja. Ja daar! Let's go. Gaan we die doen? Ja, we gaan die doen. Aan die nu. Straks gaan we nog iets in de wiki coaster. Dan worden we sneller. Bepaalde spouten aan het rechter. Kom. Waarom kan het? Hier de park. Glijd is beter dan Maya. Woehoe! Oh. Hey, deze glijd wel beter. Hey! Hey! Ik ben... Zo. En Jana, wat vond je ervan? Helemaal kut. Jee. Nee, het is niet waar. Hij is veel beter dan die van Marjolans van de Kant. Hij glijdt tenminste. Kom maar, en straks. Ah ja. Wat? Het was die glijbaan. Hallo! Maya. En we zijn nu buiten en het is aan het regenen. Ongelooflijk. Ik wil het is voorbij daar rond de 40 graden geweest. Wat het al uitzonderlijk heet is. En nu komen we buiten en is het aan het regenen. En ik zie iets. Ik wil daarop. Ja, Brent gaat dus hierop. De klimberg van Heidi. Heidi heeft hier zelfs een zoon gekregen. Maar moet ik de schoenen uitdoen? Ik denk dat het duidelijk is, het bord. Maar Jarno, wil jij alsjeblieft mijn sokken en mijn schoenen daar zetten. Geen...
daaronder Tazza. Dat is Rinnensaas en Tazza. Ja, ik ga daarop. Zo mensen, Brent denkt dat hij de held kan uithangen. Niet dus. Good luck. Het is nou een eindje hoor. En dan mag je met de glijder van naar beneden. Ja, die is terug beneden. Het gaat je niet lukken jong. Als dat nat is, gaat dat niet. Kom, we gaan door naar de volgende attractie. Ja, Brent geeft dus niet op mensen. Hij zit nu daar. En ik hoop dat hij, als hij zo bijna boven is, dat hij helemaal terug naar beneden tjolt. Ja, logisch dat dat stijl wordt. Nog niet meer. Pech, klimmen maar. Je kan het. Ja, het. Mensen, met Brent natuurlijk op de achtergrond wordt het helemaal leuk. Ja, mensen. En zolang dat Brent daarop zit, dan heb ik geen zorgen. Hè. We zullen hem hier achterlaten. Wat? Dag Brent. Ja, die is beneden. Wat komt snap. Hier, doe je schoenen ook maar aan. Godverdomme, ik ga me eerst afvallen. Maar kun je niet afspoelen, doe je schoenen aan, kom. Wat dan? Brent, nee. Kom. Heb je nou al iets? Kinderen, hè. Even over deze Rox-auto. Die zo een stond vroeger ook in de pannen. Nu is het gewoon een plastic model waarvan de koplampen niet meer werken en de sound effects niet meer werken. Wat ik wel vind... Voilà, zie je? Hij praat en zijn koplampen werken. Hallo. Wat je dus nu niet meer hebt in de pannen. En zeer jammer is, want ja, dat is toch een Rox attractie. En hier heb je deze Rox attractie, maar het staat wel de 30e auto. Allee, 30, hij is miswond. Kijk, dit ben ik. En dit is de auto. Ik loop laat ik nog niet aan mijn heupen. Wat? Ja, nee. Wat? Zit hij? Hij is bezig tegen ons. Een auto die praat tegen ons. Wacht even, ja. Dat komt dus nat. Dat is dus heel erg. Zo mensen, we zijn terug in de Indo Hall. Wat mij wel opviel is dat je een operator twee attracties moet doen. De persoon die staat aan de valtoren en die staat aan de swingboom. Of ja, swingboom, ik weet niet hoe dat hij hier noemt. Ik denk piratenboot of zo. Die moet twee attracties doen. Ja, en ik wil dus weer van de stoel. Gaan we de vliegende stoeltjes doen? Ja, want ik wil mijn kont laten. Gaan we vliegende stoeltjes. Oké, de straat. Dus, we zien jullie. Ja, mensen, de volgende op onze lijst. Slinger. Welkom op de onride, dames en heren. Wee! Ja, dan ben je blij. Oh, dat u deugt dat we een fris windje. Woehoe! Wat? Wat? Ja? Oh, ik voel me een beetje duizelig. Het is echt cool. Waarom vind ik dit cooler dan Anubis? Kijk hoe mooie Main Street. Daar is het. Mickey, Kozer. Hier is het dingetje, hoe heet dat? Theater. Theater. Oh. En Jarno, vind je het nog altijd leuk? Ja. Vind je dit de leukste attractie van het park? Nee, van dit park. Nee. En vindt de Wikicoaster het leuk? Wij spelen drie stoppertje. Wij spelen drie stoppertje. Wij spelen drie stoppertje. Met mijn ogen en ik tel tot drie. Wij spelen drie stoppertje. Oh, het is gedaan. En Jan, dan vond je het leuk. Au, ah, ik doe mij weer zeer. Typisch mij. Wat? Ik voel me zo. Maar kom maar een plannetje halen. Zo. Hebben zij een plan? We gaan nou ook een keer vragen. En Jan, vond je het heel leuk. Ik heb het gehoord. Wil je
mensen. En wat hebben we zojuist gedaan? Ja, ja. De zweefmolen. En ik moet eerlijk zeggen, doordat je geen tegenwind hebt, dit ding heeft gelijk geen krachten ofzo, want ik kwam er misselijk uit. Wow. Nee, ik ben serieus, ik kwam er draaierig uit. Ja, inderdaad. En we gaan nu een piratenschip. Kom. Wat leuk zeg. Hé, dus ik sta ook in de boot. Ik wil daarin niet op de boot klimmen. Niet veel te zien eigenlijk. Nee. Behalve dit wel. Kijk, ik heb hier ook nog schildpadjes. Oh, schildpadjes, schildpadjes, schildpadjes. Kijk naar. Wat zit er daar dan? Oh. Kijk, en hier in het water ook. Schatten. Even naar boven, ga kijken wat er daar is. Ik denk dat het hier gewoon voor te eten is. Hey Arne. Wat? Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Alleen veel te dat klein. Het wacht op klein is. Je hebt hier gewoon om eten. Kijk, wat is dit? Een oude camera. Ik snap niet. Dit is zo'n draaiding. En dan is dit de lens, denk ik. En daar ook nog allemaal met merchandise. En kleren van bepaalde mensen. Vuurtoren, dames en heren. Daar gaan we. Wat mooi dit weer. Ja. Wow, en weg. Wow. Oh, godverdomme. Oh. Hey, bootjes. Ja, maar dan moet je weer weg. Wow. 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 Hey, God, ja. Mijn buik en maag te lijkt zeg. Kijk, daar wil ik in. Oké. Is gedaan. Ja. En tok. Gedaan. We komen juist uit de vuurtoren. Het is gewoon dezelfde standaard valtoren die je in ja, bijna alle plotsaparken hebt. Maar ja, je voelt het toch nog altijd redelijk in je buik. Ja. Wat gaan we doen? Gaan we eten? Ja, misschien best. Want ik heb maar het probleem is... Ja, nee, heeft geen korting. Ik heb geen korting, dus het is hier fucked up duur. En ik heb geen zin om bijna
30 euro uitgegeven aan hier. Want hier wil ik eigenlijk eten halen. Maar die is nog niet open. Of gaat het niet open? Ik weet het niet. Ik ook niet. Maar ik hoop dat hij nog open gaat. Maar ja, we zien. En Brent heeft natuurlijk weer een leuk idee. Hij gaat de klimboom doen. Brent. Brent. Ja? Wat gaat het doen? Je bent daar toch te groot voor? Ja, en dat mag niet. Mag je daarin? Even kijken. Ja, het is groen. Ja, tot 1,40 meter. Je hebt gelukt. Dus. Ah nee, het is een speelboom. Zin in? Ja, kom. Heerlijk. Brent, ga je meenemen? Ik krijg dat dus nooit van mijn leven. Hé, hey, jawel, je moet mee. Dat is succes. Maar je moet mee. Ik ga niet mee. Ja, maar jij moet dan kijken, oké? Ja, maar jij mag nu gaan klimmen. Oké. Zo. Oh. Dat lukt er aan hier. Oh. Kijk hoe dun dat dat hier is. Kan ik mijn flitsen aanzetten? Dat jullie ook eens zien. Ik heb het even vragen. Hier zijn we dan terug. Zo, ik kom gewoon uit mijn trap. Ik ga Jarn even halen en mee. Zo. Even zoeken. Hier zie ik. Natuurlijk, op zich. Sam. Kom Jarn, ga mee. Het is via de trap. Dan moet je niks klimmen. Kom. Absoluut niet mee. Ah, daar, die glijbaan. Hier ga ik in. Oei. Au. Oh, wie is hier? Hop, hop. Ik heb eigenlijk al een beetje schrik. Voor de schokken. En ik ben hier ook eigenlijk een beetje... te groot voor. Ik ben er niet vooruit. Ik ben er bijna. Hi. Yo. Shit, ik denk dat ik dat mag. Hi, Arne. Hoi! 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 Kom dan. Ja jongens, mensen, Brent zit er weer op ze. Brent, jij raakt nooit boven. Ik weet dat zo al. Nog een beetje! Nee, dat gaat hem niet lukken. Wie wil mee, mee, mee op de slee, slee, slee met Heidi, met Heidi? Oh mensen, hij is boven gewoon! Hij is gewoon boven! Ja, dat weet ik. Wacht, ik ga je filmen als je van de glijbaan gaat. Klaar maar! Ja, ik ben beneden.
mensen. En dit was dan alweer de vlog van Plopsa in door Hasselt. Wat vond je van het park? Klein. Inderdaad, het is klein. Veel te klein. En jammer genoeg kun je dit niet een hele dag hierin besteden. We hebben hier maar een klein uurtje rondgelopen, want het is echt veel te klein. En de meeste attracties zijn ook gewoon gesloten, omdat er twee op alleen. Omdat een operator moet eerst één attractie doen en dan moet hij wisselen van attractie. Dus en dan, dan kun je niet alles doen en dat is een beetje irritant. Wij hebben nu op één dag twee, wacht, op één uurtje eigenlijk, hè, twee keer wikicoaster gedaan. Eén keer vuurtoren, keer slingermolen. En dat is het eigenlijk. Ja. En jij die klimberg natuurlijk. Ja, dat heb ik gedaan. Jij niet. Nee. En ik heb ook de glijbaan gedaan. Maar mensen, ik hoop dat je een leuke vlog vond. Als je het een toffe vlog vond, doe al zeker een duimpje omhoog. En ja, zeker duimpjes. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker hier even op het eindscherm. En dan zien we jullie bij de volgende vlog. En ik kan jullie vertellen, de volgende vlog zijn wij in... Toverland! In Toverland. Op je verjaardag. Op je verjaardag met Niels van Trioxo. Dus tot bij de volgende vlog.